vandaag namens alle partners van Parotia te mogen begroeten in ons nieuwe, prachtige, kleurrijke huis. We hadden ons voorgenomen, we gaan lekker bij elkaar staan, maar dat gaat helemaal niet als er zoveel belangstelling is. Maar ik kan alleen maar in de toespraak nog zeggen. Nou, in ieder geval dat ik buitengewoon vereerd ben, dubbel vereerd na alles wat Ankie heeft gezegd, om hier te zijn met een zo mooie opdracht, te weten de opening van dit gebouw, de inwijding zou je bijna kunnen zeggen, al moet u van mij geen zegening verwachten. En wat mij persoonlijk zeer bevalt, is dat dat gebeurt in Roosendaal. En dat heeft een speciale reden. Voor mij is Roosendaal, zoals Franse historici zeggen, een lieu de mémoire, een plaats van herinnering, die deel uitmaakt van mijn persoonlijke kanon. U moet zich voorstellen dat Roosendaal voor ons, toen ik kind was, in ons gezin dus, een welhaast magische klank had. U kunt zich dat als Roosendaalers misschien niet helemaal voorstellen, maar voor ons had Roosendaal een welhaast magische klank. En ik weet nog precies het jaar dat Roosendaal voor ons op slag een begrip werd. Dat was in juli 1957, toen we voor het eerst naar het buitenland gingen. Het buitenland, dames en heren, in 1957, dat was iets geweldigs. Dat was nog maar 12 jaar na de oorlog. Het buitenland, dat leek toen onbereikbaar ver weg. En dat buitenland begon bij Roosendaal. Althans, als je zoals wij met de trein naar Frankrijk ging, naar Parijs, met de D-126, want treinen naar het buitenland waren toen D-treinen. En dit was de D-126 die van Amsterdam ging met doorgaande rijtuigen naar Ventimiglia in Italië. Kunt u zich voorstellen, een droom. En die D-126 stopte langdurig in Roosendaal om van locomotief te wisselen. En dus was er alle tijd om koffie te drinken. Roosendaal en koffie. Ankie Kesselen, hoe voel je je eigenlijk vanmiddag? Goed, gewoon goed. Blij, gezellig, leuk, goed. Want dit is een moment, neem ik aan, waar je heel lang naartoe geleefd hebt. Nou, eigenlijk niet zo. Nee, je denkt er wel aan van, oh, als er maar eens een moment komt dat we dat plan kunnen openen, dat pand kunnen openen. Maar het is niet zo van dat dit mijn doel was. Dus nee, wel de laatste weken natuurlijk, om het goed voor elkaar te krijgen. Maar niet heel lang, nee. Het is ook nog, we gaan nog door. Het is nog niet klaar. We groeien. Maar de plannen zijn heel lang geleden al begonnen. In 2000, voor het eerst was er sprake van dat er een cultuurhuis, annex informatiehuis, zou komen. Dus je hebt wel een heel traject achter de rug inmiddels. Ja, heel veel jaren, heel veel mensen gesproken, heel veel partners die het wel zijn geworden, niet zijn geworden. Heel veel gesproken met de politiek om iedereen te overtuigen. Ja, maar heel boeiende jaren, heel veel geleerd. Stond het al snel vast dat het zou worden wat het nu geworden is? Iemand zei tegen mij, je zal je verbazen dat het heel anders eruit gaat zien dan dat je dacht. En toch denk ik dat dat niet zo... Ik denk dat het wel heel ver geworden is wat we hadden bedacht met z'n allen. In welke hoedanigheid was Philip Frerichs hier vanmiddag? Eigenlijk vooral als ambassadeur van Nederland Leest. Dus samenwerking tussen bibliotheken en boekhandels om het lezen te promoten. Dat was eigenlijk zijn eerste aanleiding. Ja. En hij was daar gelijk voor te porren? Ja. Helemaal. Was helemaal enthousiast, wist ook van alles van en vond het prima en is ook heel erg meewerkend. Van woningbedrijf Aramis, zo kun je het beste noemen denk ik hè? Ja, nee hoor, woningstichting Aramis, dat zijn wij, ja. Voor jou ook een heel moment denk ik zo. Ja, ik vind het echt ook de kroon op het werk en iedere keer blijf ik, en dat zeg ik ook tegen de mensen, de verwondering hebben en houden van jeetje dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Ik voel me ook hier ook nog steeds echt de gast van het gebouw, kan wel van ons zijn, maar dit is van Roosendaal. En ik ben hier te gast. En ik vind het heel mooi dat ik hier wat aan bij even heb kunnen dragen. Even napraten met onze cultuurwethouder Kees Lok. Dat hoort natuurlijk ook bij op zo'n middag. Kees, we staan hier op historische grond. Ja, we zijn vlak bij het bad. De vroegere badkamer van Maria van Loon. Dus hier heeft zich wat afgespeeld in de loop der jaren. Dus dit is een bad met heel veel historie. Overigens ook in een gebouw met heel veel historie natuurlijk. Kees, kun je het moment nog herinneren dat dit blad werd blootgelegd? Dat was ook een apart verhaal, hè? Ja, nee, dat heb ik enkel maar langs de zijlijn meegekregen, overigens, hoor, dat zo was. Ik weet nog wel, ik kan me wel herinneren dat
ineens boven tafel kwam en dat het wel ineens nieuws werd. Want ja, dat had men niet meer, niet verwacht, niet gezien. Op geen enkele tekening was het te zien. Maar dit gebouw, Parochia, wat voor betekenis heeft dat voor jou, Kees? Nou, ik vind het een geweldig concept. Het is natuurlijk door de vele sprekers eigenlijk ook alweer een beetje aan de orde geweest. Het is echt een voorbeeld van maatschappelijk ondernemen, van durf, van dat je als overheid het niet altijd zelf kunt en ook vooral niet altijd zelf moet doen. Maar misschien kun je aanjager zijn en dat al die andere partners daarin meewerken. En dan kun je zien wat je tot stand hebt weten te brengen eigenlijk met z'n allen.